Het is vandaag dinsdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vorige week zou ik eigenlijk met Madelief naar een studio gaan, want Madelief is fotograaf. En ze wilde weer wat beelden hebben voor haar portfolio, maar dat was toen verplaatst naar vandaag. Dus wij zitten nu in de auto. We staan eerst eventjes bij Camera Express. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, bij Camera Express. Maar Madelief moest nog een lamp ophalen die ze wilde uittesten ook vandaag. En dan rijden we door naar de studio. Het is dus Studio Brada in Rotterdam. Ik zal het zo meteen wel laten zien. Maar het is dus een nieuwe fotostudio. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Allemaal opdrachten van haar gekregen wat ik mee moest nemen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga even wachten tot Madelief terug is. En dan gaan we richting de studio. Vraag het maar aan de kijker. Zouden jullie het leuk vinden om een backstage studio shoot te zien? Nou, eigenlijk überhaupt shoots. Ik kan ook met deze filmen. Ook naar je transfer. Heeft hij veel opslag? Ja hoor, we moeten even wat beelden verwijderen ook. Maar we zijn er. Even kijken of jullie het kunnen zien. Dit Studio Brada. En moet je ze appen of? Nee, we moeten gaan. Oh, we moeten gewoon lopen. We moeten gewoon opschieten. Nee, het is hartstikke tijd. Oh, mijn plassen. De meid is zich helemaal aan het installeren. Allemaal apparaten staan hier om me heen. Dit lijkt echt wel... Het is de oorlog. Oorlog? Dit ding. En dit heb ik nu aan. Dit pak is van de Kostas. En de sieraden zijn van Be Golden. Met armbandjes. Jezus. En hier gaan we beginnen. Waar moet ik mee helpen? Ik ben denk ik die lamp gaan even plaatsen met alles op. Dat heb ik even niet gedaan. Want voor mij is het zonder... Ik neem toch wel aan dat ze dat hier ook wel hebben vlees. Ja, denk ik ook wel. We gaan even onze eerste pauze inlassen. We hebben dan helemaal geen eten bij ons. Dus we gaan even naar de plus rijden. Ja, of dat tentje. Ja, vind ik ook goed. Vind ik ook allemaal goed. Maar we gaan hier gewoon even eten. Oh, laat is het. Kap 1. Oh, kap mee. Maar het is wel leuk, want Madelief kan hier allemaal dingen nieuw, allemaal dingen uitproberen met een nieuwe camera. Of met een nieuwe lamp, wat ze heel graag wilde proberen. Dus dat zijn we eigenlijk gewoon voornamelijk aan het doen. En daar ben ik er lekker mee aan het helpen. Als ik het eindresultaat heb, zal ik het laten zien. Maar het is voor mij liever meer ook om te kijken of ze die lamp wat vindt. Wat ze er allemaal mee kan. Of ze die lamp wil aanschaffen. De hele shebangeling. Dus ja. We gaan even lekker eten, want ik heb honger. Het is vandaag woensdag en ik zou vandaag eigenlijk met Keer figurant zitten voor Madelief. Want zij moest foto's maken van een nieuw restaurant dat morgen open gaat. Alleen gisteravond werd Madelief gebeld dat het restaurant en de keuken helemaal nog niet af is. Dus ja, er vandaag geen foto's gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk had ik vandaag toch geen planning. Ik heb net eventjes lekker gesport. En er is dus een pakketje binnengekomen van Vinted. En ik bestel eigenlijk nooit op Vinted. Maar vorig jaar was er dus een kimono van Anna Nina, die ik echt al super leuk vond, maar echt overal waar ik keek uitverkocht. En toen zag ik hem laatst dus bij iemand op TikTok voorbij komen. Gewoon een video. En toen dacht ik, oeh, misschien heeft ondertussen iemand hem op Vinted gezet. En dat was. En het kaartje zat er zelfs nog aan. Dus dat is extra mooi meegenomen. Ik ga hem natuurlijk alsnog wel even wassen eerst. Maar ik vind dat wel een soort fijn idee als er nog een kaartje aan zit. Maar het is dus in ieder geval deze kimono. Met mint en dan hier ook zo'n printje. En er zit er ook nog zo'n leuk touwtje bij om je middel te doen. Nou, ik vond dit helemaal leuk voor op vakantie. Dus die heb ik besteld en binnengekregen van Vinted. Ik ga eventjes mijn troep in de kast ruimen. En eventjes douchen, want ik heb echt zo erg gezweet. Echt
Er komt echt een veel te leuk pakketje binnen. Voor de mensen die mij langer volgen. Ik heb hiervoor altijd bij het management Harps & Lewis gezeten. En zij hebben dus hun eigen matcha lijn. Nou moet ik zeggen, ik heb het een keertje geproefd in Rotterdam met Roos. Toen vond ik het zo smerig. Toen vond ik het echt niet lekker. En toen een tijdje geleden was ik met Zoe bij Harps op kantoor. En toen zei ze, ja maar dit is echt anders. Je moet dit echt proeven. En dat vond ik toen echt heel erg lekker. En ze hebben me nu een pakketje opgestuurd dat ik het dus thuis kan maken. Ik moet nog even Merel appen om te vragen welke melk zij gebruikte. Want ik vond het toen heel erg lekker met de melk die zij gebruikte. Volgens mij was dat kokosmelk, dacht ik. Maar in ieder geval dat het iets zoeter werd. Maar kijk even hoe leuk. Er zit een kaartje bij met alle stappen die je moet volgen om het te maken. Een zakje. Ik denk dat je hier alles in kan bewaren. Het heet dus Joy Shoy. Joy Shoy? Ze heeft het toen echt heel vaak uitgelegd. Ik kan niet zo goed uitspreken. Dan allereerst zit er het zakje met de matcha in. Matcha. Deze. Ziet er ook zo leuk uit. En dan de dingetjes die je ervoor nodig hebt uiteraard om het te maken. Allereerst de matcha bol. En ik ga even mail appen welke melk zij gebruikt. Dan kan ik het morgen halen en morgen even in de vlog aan jullie laten zien. Maar het is met deze bol. Super mooi. Hier doe je dus de matcha in. Met water, volgens mij. En dan heb je dus dit ding. Deze. Ook een hele leuke verpakking. En daarmee ga je dus volgens mij M-bewegingen maken. Of Z-bewegingen. Om dus de matcha soort van op te kloppen, denk ik dat je het noemt. Sorry voor als ik het fout zeg. Ik ben nog niet helemaal thuis in de matcha-wereld. En dan zit er ook nog een houdertje bij. Waarin je dus die opklopper kan bewaren en neerzetten. Echt heel erg leuk. Ik ga gelijk even appen. Sowieso om te bedanken. Maar ook even om te vragen welke melk zij gebruikt. Want toen zei het. Oh, en er zit nog wat bij. Wat is dit? Oh, de matcha scoop. Dat zag ik ook allemaal op mijn filmpjes voorbij komen. Hier kan je dus zo'n scoopje matcha dus in je bol meedoen. Nou, helemaal leuk. Ik ga appen en dan kom ik hier morgen bij jullie op terug. Als ik dit ga proberen te maken. Let even niet op hoe ik eruit zie. Ik heb net gesport en ben eventjes naar de stad gegaan. Ik heb het zo bloedheet. Dus ik ga even douchen. Maar ik moest eventjes wat dingetjes in de stad ophalen. Een paar pakketjes. En toen was ik ook even naar de Xenos gelopen. Want ik had natuurlijk gisteren laten zien dat ik een matcha pakket heb gekregen. En natuurlijk horen er leuke glazen bij. En glazen rietjes. Dus die heb ik even gehaald. En ook twee van die glazen. Ik dacht dat was helemaal leuk om het daaruit te drinken. Dat hoort er denk ik wel een beetje bij. Geen idee, misschien ben ik overdreven, maar ik vind het leuk. Daar heb ik er twee van. En dan was ik nog eventjes naar de stad om een pakketje bij de Zara op te halen. Als allereerst dit topje. Want ik heb dus een lange witte rok. En toen zag ik deze op de website en toen dacht ik, dit is wel heel erg leuk voor op vakantie om daarmee te combineren. Dus deze. En dit topje heb ik dus ook al in het zwart en die rok dus ook in het zwart. En dat had ik toen, aan haar Curaçao, vond ik zo leuk. Dus ik dacht, nou, dit is ook wel leuk voor de zomer. En dan had ik bij Lynn nog dit blouseje gezien. Ik dacht, dat is ook wel erg leuk voor naar het strand. Zo'n zwart-wijd blouseje. Want ik heb een panterrok. Dus ik dacht, dat is misschien wel leuk daarbij met een zwart bikinietje eronder. Dus die, ik zal even de codes laten zien. Van deze een XS. En van die witte heb ik een S'je. Ik ga even douchen, want echt, ik heb het zo bizar heet als niet normaal. En dan ga ik daar eventjes wat stories filmen voor Look Fantastic. En dan ga ik die matcha uitproberen, want daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb er ook eventjes melk voor gehaald, want ik had Merel geappt welke melk gebruik je altijd. En zij gebruikte deze. Dus die heb ik ook eventjes gehaald. Maar eerst even douchen. Ik weet niet waarom, maar als ik matcha ga maken heb ik gelijk het idee dat het helemaal sterk eruit moet zijn. En uiteraard moest ik zo'n glas hebben. Want iedereen die een matcha ziet drinken, ziet het uit zo'n aesthetic, Instagram, Pinterest-achtig glas drinken. Moest ik natuurlijk ook hebben. Dus ik ga het proberen te maken.
Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik weet niet of die koud genoeg is. Want Merel zei, je moet er ijsblokjes in doen. Maar die hebben wij nu even niet thuis. Dit ziet er wel echt wel heel leuk uit. Oké. Dit is heel lekker. Maar ik vind het echt oprecht heel lekker. Ik begin de hype wel een beetje te snappen. Ik weet echt niet waar Roos en ik de eerste keer onze matcha hebben gedronken. Want dat was echt oprecht zo vies. Het is vandaag zaterdag. En ik heb eventjes een story en TikTok gemaakt voor Lofies. Want daar hebben we weer samenwerking mee. Super leuk. Ik heb echt hele leuke items gekregen. Maar dit pakje zit er dus ook bij. Ik ga me nu even andere kleren aantrekken. Want Madelief komt zo meteen. Want we gaan eventjes een TikTok opnemen. Want ze wilde heel graag die Dubai-rip proberen. Dus dat gaan we samen filmen. En ze gaat me eventjes helpen met een fotootje voor Lofies. Dus ja. Wij moesten dit natuurlijk ook uitproberen. Ik heb heel de week erop gewacht totdat jij met deze reep aankwam. Ik ben zo benieuwd. Jij maar open. Het is van Rafaels van de Vaarheidstraat. Oh, je ruikt het wel. Ik hou ook wel echt van pisters. Ik ook. Hij is wel dik. Nou, oh, je moet wel in de camera breken. Doe je maar even. Ik wil echt... Het is een beetje warm geworden in mijn auto, denk ik. Cheers. Ja, ik vind het heel lekker. Het is wel echt pistache. Ja. Ik heb wel dat crunchy. Oh. Maar wel anders verwacht. Ik ook. Ik weet eigenlijk niet wat ik had verwacht. Ik ook niet. Het moet wel pasta worden. Maar het is crunchier dan dat. Ja, maar dat, je ziet natuurlijk als mensen het zelf maken van die soort van draadjes erin. Dat maakt het crunchy. Ja, dat zie je ook. Ja. Het is wel lekker. Een halve reep op kunnen. Ja? Oh, jij hebt het ook bijna. Ik denk een 8. 8,5. Oeh. Heel lekker. Ja. Het is vandaag zondag en ik ben thuis van een heerlijk dagje strand. Ik heb echt heerlijk lekker op het strand gechilled met Amy en Demi. Gisteravond hadden we heel onverwachts, we gingen eerst pizza eten met die meiden en daarna gingen we heel onverwachts uitvaren. Wat super gezellig was, maar waar ik heel lam was geworden. Dus heel brak was vandaag. Ik voel me nu eindelijk weer top. Echt zo'n ritje op de scooter doet echt wonderen, kan ik je vertellen. Ik ben best wel lekker gekleurd vandaag. Helemaal blij mee. Ik weet niet eigenlijk hoe lang deze weekvlog is geworden en wat ik deze week allemaal gefilmd heb. In mijn hoofd was dit namelijk best wel een chaotische week. Dus ik hoop dat er wat leuke beelden voor jullie tussen zitten. Volgende week wordt ook weer leuk. Wordt super lekker weer. Ik ga dinsdag lekker met Keer naar het strand. Woensdag ga ik naar Guus Meeuwis met mijn vader en familie. Donderdag heb ik een event. Vrijdag hebben we de verjaardag van Sarissa. Zaterdag gaan we naar Harry op de Prairie. Dat is een feest. Dus allemaal leuke dingen komen eraan. We zeiden trouwens vandaag eigenlijk naar de Bayou Samples zo gaan. Maar omdat het zo lekker weer zou worden, dachten we van weet je, we gaan lekker naar het strand. En uiteindelijk was ik heel blij dat we niet naar die Samples Hill gingen. Anders zat ik echt met mijn brakke kop in die auto. Dus daar was ik heel erg blij mee in ieder geval. Maar ik ga bij deze lekkere weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden als hij lang is geworden. Ik heb geen idee. Maar voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zien jullie mij in de volgende. Doei!